Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze allerlaatste aflevering van F1 2020 My Team Career Mode in seizoen 3. Misschien had ik jou daar te pakken, misschien ook niet. Ach, laat ook maar. De laatste aflevering is dus aanbeland in seizoen 3. We zijn al wereldkampioen met de coureurs, maar we kunnen vandaag ook de dubbel pakken. We kunnen vandaag constructeurs wereldkampioen zijn. En zoals je dat gehoord, volgens mij gaat Daniel Ricciardo, dit wordt zijn laatste wedstrijd in de Formule 1, want hij hangt zijn helm aan de wilgen. En hij komt in seizoen 4 een nieuwe teamgenoot voor Esteban Ocon. Maar goed, heb jij de vorige aflevering gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien? Dat was in Mexico, wat een heel goed resultaat. Ja, voor het team zelf, een 1-3'tje natuurlijk. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Zoals je kan zien is er een regulatieverandering plaats volgend seizoen. En we zijn niet echt wakker gebleven, want kijk maar. Hoe moet ik het noemen, van de onderdelen van de ICE en zo, die moeten nog allemaal worden geadapteerd. En ik denk niet dat we daar genoeg tijd voor hebben, dus het kan zomaar zijn dat we seizoen 4, ja, gewoon een van de slechtste teams op de grid zijn. Maar goed, eerst seizoen 3 lekker afmaken. We gaan beginnen voor de kwalificatie in Brazilië. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie voor de laatste wedstrijd in seizoen 3 Brazilië. Dat is een heel mooi circuit, terwijl Nobuharu Matsushita een 1.9.6 laat noteren. Volgens mij is het Matsushita, geen Matsushita, maar oké. Boeien, Lance Stroll zet een 1.8.3 neer. Dat is de snelste tijd tot nu toe en wij moeten dus zometeen gaan kijken wat onze tijd gaat worden. Alexander Albon een 1.7.3. Gaan richting de 1.7. En wij komen dan bij start-finish. En zetten de snelste tijd... Nee, we zetten niet de snelste tijd neer. Oké, dat is wel even anders. We zetten een 1.7.0 neer. Ha. En we laten Verstappen gewoon mooi voorbij. Q2. Regen op de intermediate. Geen idee waarom mijn team mij naar buiten stuurt op de Intis. Volgens mij is het gewoon wet conditions. Oftewel voor de full wet banden. Russell rijdt ook op die full wet. En ik verlies hier gewoon heel veel tijd door de intermediates. Want deze banden zijn hier gewoon niet geschikt voor. Helaas. P6. En daarvoor rijdt iedereen op full wet. Einde van Q2 en dit keer zijn we wel slim bezig. Gebruiken wel onze hersenen tot nu toe. Dat komt best wel goed, Jeff. Dat komt best wel goed. Dus hou gewoon je mond. We zijn dus op de full wet bezig. En je ziet al gelijk, de tijd die ik nu reed maak ik gewoon goed bij de Delta. 2/10 onder onze eigen tijd gedoken. Alleen maar door die full wet te gebruiken. En het is een P6 met paars in sector 3. Dat is voldoende om door te kunnen komen naar Q3. George Russell is trouwens niet doorgekomen naar Q3. En dat is heel pijnlijk, want Bottas en George strijden nog voor P5 volgens mij in het klassement voor het WK. En dit is ook heel slecht nieuws, want wij strijden nog met Mercedes, voor de constructeurstitel. En als George niet in de Q3 is beland, ja, dan wordt het een beetje lastig. Dan wordt het heel lastig. Komen we aan bij de laatste paar bochten in Sao Paulo. Het plekje waar dit circuit ligt. En het wordt een 1.20.7 op P2. Een 10e van Lewis Hamilton. Dat komen we tekort. We zijn inmiddels doorwezen naar P3. Omdat Pierre Gasly voorlopig de pole position pakt. Ik weet niet wat hij heeft met dit circuit. Maar vorig seizoen was hij hier ook bloedsnel. En won hij bijna zijn eerste grote prijs.
En ik verwacht hier dus weer een hele sterke Pierre Gasly. Ook in Italië was Gasly bloedsnel. Dus Alfa Tauri maakt grote stappen naar de top 3. Groen in sector 1, groen in sector 2. Is dit dan wel de pole position? Het is de pole position met een 1.18.0. Goed zo. En Gasly komt 39.000ste tekort voor zijn allereerste pole position. Wij pakken dus de laatste pole van seizoen 3. Goed gedaan. Echt goed gedaan. En alleen maar in ronde nummer 2 van Q3 gewoon ja, toegeslagen, zoals altijd. Nou, daar gaan we dan voor de laatste aflevering van seizoen 3. De constructeurstitel staat nog op het spel. Maar we kunnen de wedstrijd gewoon rustig gaan beginnen. Daar gaan we dan. Formula 1 returns to Sao Paulo once again with the stage set for what promises to be another classic Brazilian Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical sector 2, where getting a good run out of Junsao into one of the two DRS zones will be the key to any overtaking prospects today. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Let's talk about the Professor. They've had a fantastic campaign, it's been a wonderful year, and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. It really is well deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position and it's Pierre Gasly in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Alexander Albon and Verstappen, Vettel, Ricciardo, Russell and Sergio Perez. Ocon, Kvyat, Charles Leclerc, they've taken a grid penalty, and Magnussen, Stroll, Grosjean, Carlos Sainz and Lando Norris. Matsushita, De Vries, Latifi and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? A strong finish to the season. Nou, we moeten het seizoen sterk zien af te sluiten. Hopelijk dat het ook zo gebeurt. We starten in ieder geval van pole position. En kan je alvast verklappen, Pierre Gasly start op die harde band. Dat is heel interessant. Want die harde band, die staat erom dat hij niet lekker loopt bij de tractie, bij de start. Daar gaan we dan voor de laatste aflevering van seizoen 3. Carrière aflevering 36 van Mighty Career Mode is onderweg. En we zijn gewoon goed weg. En wat zei ik je? Gasly staat te stoeien met die harde band. Verliest al 2 plekken bij de start. Dat is inmiddels 3 plekken bij de start verloren. En Verstappen pakt Lewis Hamilton voor P2. Valtteri Bottas is naar P6 volgens mij, als ik dat goed zeg. Maar we leiden inmiddels de wedstrijd in ronde nummer 1. Het is inmiddels ronde nummer 8. En het is wat bewolkter gaan worden. Bottas heeft Gasly ingehaald voor P5. Hetzelfde geldt voor George Russell, die rijdt op P6 en Bottas is naar die medium band gegaan. Heel interessant wat er gebeurt bij de strategieën. Maar Russell moet wel beter zijn best doen, want het constructeurskampioenschap staat nog op het spel, want de rijderstitel hebben wij al gewonnen in Mexico. Ronde nummer 10 is het. En daar zit dan misschien Lewis Hamilton te kijken voor een aanval voor de leiding in de wedstrijd. Kijkt naar die buitenkant, maar dat lukt niet. Want deze volgende knik is voor ons. En Lewis Hamilton moet nog even wachten voor een echte aanval voor de leiding. Zit in mijn slipstream.
maar wij kruisten weer naar de racelijn toe en hij kan niet aanvallen. Dat is heel goed om te zien. En zoals het er nu naar uitstaat, winnen wij ook de constructeurstitel. Dus dan maken we een dubbelfeest van. Dat is heel vet als dat ja, zou uitkomen. Maar eerst deze wedstrijd goed naar huis zien te rijden. Het is daar geel. Het is daar geel. Daar rijdt een Renault langzaam. Volgens mij is dat Daniel Ricciardo die daar gaat uitvallen in zijn laatste wedstrijd. Terwijl Lewis Hamilton naar even keek aan die binnenkant. Ricciardo uitgevallen in zijn laatste wedstrijd van zijn Formule 1 carrière. Hij pakt geen punten en valt dus uit. Jammer voor de Australiër. Ook jammer voor Renault, maar hé, daar kan ik niks aan doen. Terug naar onze eigen wedstrijd. Lewis Hamilton zit er gewoon nog steeds weer te kijken voor een aanval voor de leiding in de wedstrijd. Kan niet kijken, want wij blokkeren de deur. Ronde nummer 15 is het. En daar zit Alexander Albon dan te kijken. Komt van heel ver. We moesten even een, ja, even opletten. Anders hadden we onze voorbleuken gewoon kapot gereden op de Britse taai. Maar die leiding nog steeds behouden in ronde nummer 15. En we bereiken de pitwindow. Interessant. Lewis Hamilton is naar binnen gedoken. Het is ronde nummer 16 en we duiken naar binnen. En dan gaan we 20 ronden lang op deze medium band zien te rijden. Daar zit dan Valtteri Bottas. En hij duikt ook mee naar binnen. Gasly is inmiddels naar P3. Maar dat is logisch omdat de anderen allemaal naar binnen zijn gedoken. En Gasly moet nog een keer naar binnen. De pitwindow is ook open. Gasly dus nu aan de leiding. Pitstop is 3 seconden. Kom wat sneller. Dit was dus onze laatste pitstop. Daar is dan George Russell gezien voor P5. Ja, we moeten de overtake knop gaan gebruiken om onze concurrenten te passeren. En we zitten nu op de helft in ronde nummer 18. Nog 18 ronden te gaan. We blokkeren wel hevig van die linker voorband. Dus daar moeten we op letten dat we dat niet te vaak doen. Iedereen is naar die harde band gegaan. We zitten te kijken bij Alexander Albon. Gooit daar de deur dicht. Maar wij zaten er al gewoon naast. En hij kon gewoon niet meer insturen. Ronde nummer 19 is het. En op hetzelfde punt halen wij ook Lewis Hamilton in. Voor P3 in de wedstrijd. We zetten paars in sector 1 neer. En de rest is allemaal naar die harde band gegaan. Ik weet niet of dat zo slim is. Want deze wedstrijd kan je ook gewoon mooi uitrijden op die medium band. Heel interessant wat er gaat gebeuren. We zetten klem achter Danny Fiat. En Pierre Gasly moet nog een keer naar binnen. Voor zijn laatste pitstop. En dit is gewoon teamtactiek wat er hier gebeurt. Maar wij vallen hier dan wel Kwiat mooi aan. Laten hem staan aan die binnenkant. En P2 is van ons. Lewis Hamilton kan gelijk profiteren. En is naar P3. Gasly rijdt nog steeds door op die harde banden. Interessant. En we zetten de snelste raceronde in met een 1.9002. Lewis Hamilton krijgt het zwaar, zegt Jeff, want de achterstand wordt groter en groter. Dus dat belooft nog wat. Dat komt natuurlijk ook omdat we op een compound zachter rijden dan de rest. Paars in sector 1. Goed om te zien. Gasly is volgens mij naar binnen gedoken. En hij zet ook de snelste raceronde in met een 1.88. We zitten in ronde nummer 25. Nog 11 ronden te gaan in de wedstrijd. En dan zit deze grote prijs er alweer op. Dan gaan we ons opmaken voor seizoen 4. En dat belooft nog wat. Hopelijk kunnen we onze... Ja...
lijn in de R&D behouden, want na deze wedstrijd volgt er een regulatieverandering. En van de power unit heb ik al bijna alles geadapteerd, alleen van de betrouwbaarheid mis ik er een paar. Dus hopelijk dat dat niet ons pijn gaat doen. We zitten in ronde nummer 29 van de wedstrijd. Lewis Hamilton zit nog steeds met een aanval. Kijk daar ook naar die binnenkant. We moeten gewoon ontwijken. Anders hadden we een voorvleugel kapot gereden. Maar nog steeds de leiding behouden. Mooi om te zien. We gooien hier onze overtakeknop aan. En Hamilton krijgt het aan de stok met Alexander Albon. Voor P2 in de wedstrijd. En Russell is naar P4. Pakt Valtteri Bottas. Dat is heel goed om te zien. Want dit is alleen maar wat wij moeten zien. Dat beide auto's van ons voor de beide auto's van Mercedes eindigen. We zitten in ronde nummer 30 van de wedstrijd. En Lewis Hamilton zit hier opnieuw met een aanval. En hij moet hem helaas afbreken. Anders had hij een spin. En dat gat is nu 1 seconde geworden. Dat is heel goed om te zien. Dus hij zit buiten onze DRS gedeelte. En als het zo eindigt zijn we ook wereldkampioen bij de constructeurs. Dus dit moeten we alleen maar vol zien te houden. We gaan de laatste raceronde in. De laatste ronde van seizoen 3 is aangebroken. En Lewis Hamilton kan misschien nog aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. Maar ik ben bang dat het niet gaat gebeuren. Dat wij de laatste wedstrijd gaan winnen. Een andere strategie hebben gedaan dan de rest. Door naar die medium band over te stappen in plaats van die harde band. Gasly komt tekort. Pakt niet het podium voor Alfa Tauri. We komen aan bij de laatste bocht van de wedstrijd. Lewis Hamilton kan hier misschien nog de wedstrijd gaan winnen. Wat wordt het? Lewis Hamilton kijkt daar naar die buitenkant, maar dat lukt niet. Wij winnen dus nauwelijks die grote prijs. Pakken ook de constructeurstitel en gaan ons opmaken voor seizoen 4. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus de grote prijs, pakken niet de snelste race ronde punt. Lewis Hamilton naar P2, Alexander Albon naar P3, Russell naar P4, Bottas naar P5 en Gasly pakt dat snelste race ronde punt dus. Wat een uitstekend seizoen was dit. En 23 punten naar Lewis Hamilton, 22 punten naar Mercedes, die komen dus tekort en wij winnen dus beide titels. Goed om te zien. Dan zijn we weer terug aanbeland bij onze hoofdkwartier. En we moeten even de kalender gaan opvullen voor de laatste keer in seizoen 3. Dan wacht ons nog een eindejaars interview met Will Buxton. Die heb ik er even ingezet. Gewoon om even tijd te rekken. En we hebben wat resource punten. Dus we kunnen dit misschien allemaal gaan voltooien van de power unit. Nou, we kunnen helaas dat niet doen. Jammer om te zien. We hebben wel wat van de durability.
nog heel veel dingen te gaan. Maar ik ben bang dat we dat niet meer kunnen halen in deze tijd. Hier nog een keer de resultaten. Russell naar P5. Pakt net niet Valtteri Bottas voor P4. Jammer. En hier dan dus de resultaten van seizoen 1, 2 en 3. Je kan het gewoon even op pauze zetten. Dan kan je het gewoon even rustig bekijken. 12 race overwinningen tot nu toe gepakt. Dat is goed om te zien. We hebben weer wat cash en resource punten erbij gesprokkeld. Misschien kunnen we dan nog wat dingen gaan adapteren. Het zou wel vet zijn dat als we dat nog net voor het einde van het seizoen kunnen gaan doen. Contract met George Russell is dus voorbij. En we gaan dus opnieuw onderhandelen met mijn teamgenoot. Hij is 96. Dat is heel veel. En dat is volgens mij het beste wat wij tot nu toe hebben in de career mode. We hebben gewoon de beste teamgenoot die er is. Op dit moment. En we gaan zeker onderhandelen. Want hij is gewoon van wereldbelang voor ons team. Bereik is dus benaderd. En we gaan voor het laagste risico. En hij heeft hier getekend. Dat contract eindigt op maandag 8 juli. Maar Russell is dus weer een schavend racingcoureur voor seizoen 4. En Ricciardo is er dus mee gestopt. Hij is dus weg uit de Formule 1. En we hebben nog wat resourcepunten gesprokkeld. En we kunnen nog wat een paar dingen gaan adapteren voor volgend seizoen in seizoen 4. Een dag wat dan wacht ons nog het eindejaarsinterview. Ik sprak me daar eventjes excuseer daarvoor. Het kan soms gebeuren. En hier hebben we onze vrolijke vriend Will Buxton. Your second driver really seems to be improving at a rapid pace. How dedicated are they? Ze doen gewoon hun best en ze pushen gewoon als een gek wat er gewoon bij hoort. En hij kan het gewoon aan. Ja, onze resultaten spreken voor zich. Sowieso. Your car's been able to challenge the very top teams. Is it safe to say you've surprised everyone? Nou, niet iedereen. Niet iedereen. Sommigen van ons zagen dit gewoon aankomen. Maar we hadden gewoon heel veel tijd nodig. Would it be safe to say that in terms of team orders, your career comes first in your team? Nee, er zijn hier geen team orders. Russell en ik mogen vrij racen. With your second driver being long term, or will you be looking for someone else if you're successful? Nou, we zijn nu al succesvol en we hebben Russell gewoon weer een seizoen erbij getekend. Hij gaat het derde seizoen in. Dus ja. Mooi, dat zit er dus op. Dat interview zit erop. Dit seizoen zit er dus ook op. Seizoen 3 is dus afgelopen. Ik hoop dat jij genoten hebt van dit seizoen. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. Dit was het Juno mensen, tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in seizoen 4.